We zitten in de laatste weken van het jaar en in december zijn er altijd twee dingen die ik na ga kijken. Ten eerste is dat natuurlijk je zorgverzekering om te kijken of er volgend jaar of je daar geld op kunt besparen. Dat is niet het onderwerp van deze video. Daar heb ik al eerder een video over gemaakt en ik zal hem hier even linken mocht je interesse hebben. En het tweede ding dat ik altijd nakijk, dat is juist of ik nog jaarruimte heb om te gaan pensioen beleggen, want voor 80% van de Nederlanders kan dit de mogelijkheid zijn. Ze hebben in ieder geval de mogelijkheid om te gaan pensioen beleggen. En het is vaak heel erg interessant, omdat het meer dan twee keer zoveel vermogen op kan leveren. En juist dat is wat ik in deze video wil gaan bespreken. Want in deze video gaan we kijken naar pensioenbeleggen. Nou, ten eerste, dus wat is pensioen beleggen? En hoe kan ik er meer dan twee keer zoveel vermogen mee opbouwen ten opzichte van gewoon beleggen. Wat is een jaarruimte? En hoe bereken ik een jaarruimte? Waar moet ik goed op gaan letten als ik ga pensioen beleggen? En welke aanbieders zijn er? Daar pakken we er twee van om een voorbeeld te geven van twee verschillende soorten aanbieders. Nou, dat is dus allemaal informatie over pensioenbeleggen die ik in deze video wil gaan behandelen. Die ik denk heel erg interessant is voor heel veel mensen, omdat het er juist ook van toepassing kan zijn op heel veel mensen, maar er heel veel mensen geen gebruik van maken. Maar laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Inkomen.nl waar we het vandaag dus gaan hebben over pensioenbeleggen. Een heel erg aantrekkelijke, interessante manier om vermogen op te bouwen voor de lange termijn. Het is eigenlijk net een beetje hetzelfde als het normale beleggen, alleen dan net iets interessanter. Waardoor je op de lange termijn ook vaak wel meer dan twee keer zoveel vermogen kunt opbouwen op dezelfde manier. En de reden dat je meer vermogen kunt opbouwen heeft er juist mee te maken dat eigenlijk de belasting die je normaal zou betalen wordt uitgesteld. Wanneer je normaal zou gaan beleggen, beleg je eigenlijk vanuit je netto inkomen het geld dat op je rekening wordt gestort. En die, dat geld gebruik je om een, op een aandeel te kopen, om beleggingen te doen. Um, en dan heb je dus eigenlijk al de belasting betaald. Dat is anders bij pensioenbeleggen. Ook hier ga je natuurlijk wel vanuit het geld op je rekening um, ga je beleggen. Maar je verrekent het vervolgens met je inkomstenbelasting, waardoor je eigenlijk dus vanuit je bruto inkomen kunt gaan beleggen en dus in principe meer inleg hebt. En op die manier heeft pensioenbeleggen dus eigenlijk drie grote voordelen. Ten eerste natuurlijk dat je gaat inleggen vanuit je bruto inkomen. En op die manier, als je meer inleg hebt, zul je ook automatisch met dezelfde rendementen meer vermogen opbouwen op de lange termijn. Het is ook nog zo dat je geen vermogensbelasting betaalt over dit gedeelte, over je pensioenbeleggingen. Dus dat scheelt ook zeg maar 1% per jaar. Uh, niet zo heel interessant op de korte termijn, maar wel op de lange termijn. En juist op de lange termijn is iets waar we op richten met pensioenbeleggen. En het derde voordeel is dat we nu geen belasting betalen. Het is natuurlijk wel zo dat we altijd nog een keer belasting moeten gaan betalen, want de Belastingdienst wil toch altijd wel een keer betaald worden. Maar dat is dus pas op het moment dat het uitbetaald wordt. En het voordeel daarvan is. Dat de belastingpercentages voor de inkomstenbelasting voor mensen die met pensioen zijn gewoon een stuk lager zijn. Dus het is een stuk voordeliger om op die manier dan pas eigenlijk je belasting te betalen. Maar laten we gaan kijken naar de mogelijkheden van pensioenbeleggen in de volgende vergelijking. Een vergelijking tussen normaal beleggen of pensioenbeleggen. En het zal niet helemaal 100% accuraat zijn. Ik ken niet alle percentages, ik ken niet alle regels. En het wil ook niet zeggen dat op het moment dat jij deze video kijkt alle gegevens en alle regels nog precies hetzelfde zijn, dus ga zeker zelf uitzoeken hoe de situatie voor jouw geval is op het moment dat jij wilt gaan beginnen, maar ik denk wel zeker dat deze vergelijking in ieder geval een goed beeld geeft van de mogelijkheden van pensioenbeleggen. En laten we in dit voorbeeld uitgaan, en deze vergelijking uitgaan van de volgende gegevens. We hebben een inleg van 100 euro in de maand, dit doen we gedurende 37 jaar tot aan mijn pensioen. We gaan uit van een gemiddeld rendement van 7% per jaar. En laten we dan beginnen met beleggen vanuit je netto-inkomen. Nou, we hebben dus eigenlijk gezegd 100 euro inleg per maand, maar hier moeten we eigenlijk eerst nog inkomstenbelasting over betalen. Laten we even uitgaan van 40%. Het varieert een beetje van 37 tot 49, maar laten we even zeggen 40% inkomstenbelasting. Dus van die 100 euro blijft nog 60 euro over. Ook zien we dat we eigenlijk, waar we van tevoren spraken over 7% rendement, we hier maar 6% rendement invullen. En dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk 1% moeten gaan betalen als vermogensbelasting. Dus dat verreken ik even op deze manier in deze berekening. En als we die gegevens dan gebruiken voor de komende 37 jaar, dan hebben we een eindvermogen van 89.230 euro. Kijken we vervolgens naar beleggen vanuit je bruto inkomen, oftewel pensioenbeleggen. Hier is 100 euro inleg ook 100 euro inleg, want we gaan dus uit van het bruto inkomen en op een later moment betalen we pas inkomstenbelasting. Hier gaan we ook uit van wel die 7%, omdat we op dit moment uh, bij pensioenbeleggen geen vermogensbelasting betalen. Dus dat scheelt weer 1%. En op die manier bouwen we in dezelfde periode een eindvermogen op van net geen 187.000 euro. Daar moet natuurlijk nog wel inkomstenbelasting over betaald worden, op dit moment net geen 20%. En dat zou betekenen dat we iets meer dan 150.000 euro overhouden. En dat is een best wel groot verschil, zeker met die 100 euro in de maand. Maar dat heeft er natuurlijk wel mee te maken met de voordelen die ik eerder al noemde. We gaan inleggen vanuit een bruto inkomen, dus we hebben eigenlijk een hogere inleg. En dat zorgt voor een groter vermogen. We hebben ook te maken dat er bij pensioenbeleggen geen vermogensbelasting van toepassing is. Dus dat scheelt weer 1% per jaar. En we hebben natuurlijk te maken met uh, aan het begin geen inkomstenbelasting, waardoor we meer in kunnen leggen die we pas op het einde gaan betalen. Maar in plaats van 40% die je misschien op dit moment over je inkomen betaalt, heb je dan ongeveer te maken met net geen 20% over het vermogen. Dus die drie dingen samen zorgen er gewoon voor dat het vermogen dat je kunt opbouwen door middel van pensioenbeleggen stukken groter is. En als je dat zo bekijkt, dan wil je natuurlijk optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. En natuurlijk zoveel mogelijk geld in pensioenbeleggen stoppen, misschien wel. Maar ook daar zit dan weer een maximum op. Dat heeft te maken met de jaarruimte. De jaarruimte bepaalt in jouw situatie hoeveel je maximaal mag inleggen. Maar dat wil niet zeggen dat het voor jou dan niet meer van toepassing is, pensioen beleggen. Want ongeveer 80% van de Nederlanders heeft deze jaarruimte. Oftewel, heeft eigenlijk een pensioentekort. Wat dus eigenlijk wil zeggen van, je hebt gewoon nog de ruimte. Misschien zijn het een paar tientjes, een paar honderd euro. Of misschien is het zelfs wel een paar duizend euro per jaar. Die je op deze manier in mag leggen. Hangt een beetje af van jouw situatie. Ben je nou zzp'er? En heb je dus zelf geen pensioen, maar, of ja, heb je geen pensioen via een werkgever, dat moet je zelf regelen. Dan zal die ruimte natuurlijk wat stuk groter zijn. Of misschien ben je wel werknemer, maar heb je nog steeds de mogelijkheid om ook zelf nog wat aan je pensioen te regelen? Heb jij die jaarruimte? Ja, dat is dus in iedere situatie anders. En daarom is het ook zo belangrijk om die jaarruimte voor jezelf te gaan berekenen. Dus wat is die jaarruimte even kort samengevat? Nou, jaarruimte is het maximale bedrag dat je van de belastingdienst in een jaar tijd op een pensioenrekening mag storten. En zoals ik eerder al zei, is dat in iedere situatie anders. Dus het is echt een persoonlijk bedrag in dit geval. Dus het hangt af van hoeveel je verdient. Of je al pensioen hebt opgebouwd via een werkgever bijvoorbeeld. Of vorig jaar al zelf op hebt gebouwd. En het is ook heel belangrijk dat je dat voor jezelf gaat berekenen. Dat kan op verschillende plekken. Natuurlijk kun je naar de website van de belastingdienst gaan. Daar staat heel uitgebreid kun je invullen... Uh, welk jaar je wilt gebruiken, welke dingen van toepassing zijn en ze hebben ook heel veel uitleg erover. Dan kun je er precies uitrekenen op welk bedrag jij, dus, uh, jaarruimte hebt. Je kunt ook naar een aanbieder gaan, bijvoorbeeld Brand New Day, de aanbieder die ik gebruik. En daar, via een paar vragen, heb je eigenlijk al vrij snel een beeld van wat jouw jaarruimte is. Laten we voor deze video even gaan naar de website van Brand New Day, omdat die wat overzichtelijker is en wat makkelijker te gebruiken in deze video. Nou, we zien dus uh, dat we hier de jaarruimte kunnen berekenen en dat doen ze aan de hand van enkele vragen. De eerste vraag is, was je vorig jaar ondernemer? Uh, dat beantwoorden we in dit geval met nee, omdat de meeste kijkers van mij geen ondernemer zullen zijn. En dat heeft natuurlijk impact op welke vragen daarna komen. De vragen bijvoorbeeld van, was je in loondienst van een eigen onderneming en heb je eventueel via een werkgever pensioen opgebouwd? Nou, dat vullen we in. En dan krijgen we de volgende vraag van wat is jouw factor A, oftewel jouw pensioenaangroei vanuit je werkgever en wat is je totale inkomen. Als we dat in hebben gevuld kunnen we gaan kijken naar het resultaat en in deze situatie zou dat bijna 1400 euro aan jaarruimte betekenen. Dat klinkt allemaal heel erg positief en dat is het in principe ook wel. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar dingen waar we op moeten letten, oftewel een paar dingen die goed zijn om te weten voordat je begint met pensioenbeleggen. En ten eerste is dat de beperkte inleg, want zoals we net hebben gezien, er is sprake van een jaarruimte. Dat wil zeggen het maximale bedrag dat je op een pensioenbeleggersrekening mag storten. Dat heeft natuurlijk te maken juist vanwege de fiscale uh, ja, voordelen die er zijn en dat je daar maar tot een maximum daar gebruik van mag maken. Dus het is niet zo dat je, als je heel veel verdient dit jaar, heel veel geld daarop kunt storten. Uh, ja, dat is dus echt afhankelijk van je eigen situatie, maar het zorgt er in ieder geval voor dat er een maximum is. Maar wel een maximum wat genoeg is, natuurlijk om op de lange termijn te zorgen dat je een goed pensioen hebt. Een tweede punt dat goed is om te weten, is dat je geld vaststaat. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om te weten. Want Dat is echt een groot verschil, ook met normale beleggingen. Wanneer je normaal aan beleggen bent, kun je zoveel geld storten als je wilt. Je kunt aankopen wat je wilt. Je kunt verkopen wanneer je maar wilt het geld weer opnemen. En dat is dus niet het geval bij pensioenbeleggen. Want zoals de naam al zegt, we gaan echt beleggen voor ons pensioen, voor de lange termijn. En juist ook omdat we op dit moment geen inkomstenbelasting betalen over die inleg. Maakt het dat zo aantrekkelijk? Maar het is wel dus gericht op de lange termijn. Dus het is niet de bedoeling, of het is bijna niet eens mogelijk om het van tevoren eruit te halen. En als je dat wel wil doen, dan krijg je natuurlijk te maken met een boete. Um, ja, eigenlijk is dat vooral vanuit de Belastingdienst. Alle belastingvoordelen die je hebt gehad, die worden op dat moment geïnd. En is het dus eigenlijk ook helemaal niet aantrekkelijk om tussenin, tussentijds te stoppen? Dus dat is een belangrijk ding om te beseffen. Als je gaat pensioen beleggen, zet je dat geld in principe vast voor de lange termijn, tot aan je pensioen. Dat is een groot verschil dus met een normale beleggersrekening die je zou hebben, waar je in principe vandaag kunt beginnen en morgen kunt beslissen om op te houden en al het geld weer terug te vragen. Het derde punt is recht op uitkering. Want wanneer je gaat pensioen beleggen. Leg je bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een bedrag in. Dat gaat renderen en daarmee bouw je dus een vermogen op. Maar van dat vermogen moet je uiteindelijk een product kopen. Een recht op een uitkering. Oftewel, eigenlijk is het een lijfrenteuitkering. Het zorgt er gewoon voor dat het vermogen dat je hebt opgebouwd. Dat mag je niet in één keer opnemen. Dat moet minimaal vijf jaar duren en maximaal dertig jaar duren. Tussen die tijd wordt het zeg maar maandelijks dus uitgekeerd. En dat is dus ook weer iets anders. Het is dus niet zo dat je. Als je eenmaal met pensioen bent, het volledige bedrag meteen ontvangt. Maar dit wordt eigenlijk in een lijfrente-uitkering, dus verdeeld. En daardoor komt er op die manier maandelijks een stukje van je vermogen naar jou toe. En tenslotte hebben we te maken met belasting bij uitkering. Zoals gezegd, niet aan het begin, wanneer je geld gaat inleggen bij pensioenbeleggen. betaal je dus inkomstenbelasting. Maar juist op het moment dat het wordt uitgekeerd. Dus wanneer we te maken hebben met die uh, lijfrente, waar we het zojuist over hadden. iedere maand wordt er dan een gedeelte van jouw vermogen uitgekeerd. En op dat moment wordt eigenlijk pas de inkomstenbelasting toegepast. Dus stel, jij hebt te maken dat je uiteindelijk een vermogen hebt waardoor je uiteindelijk 2000 euro in de maand um, gaat ontvangen. Dat is het bruto bedrag. Op dat moment wordt er nog inkomstenbelasting overgeheven. Uh, dat is net geen 20% op het moment dat ik deze video opneem voor mensen die met pensioen zijn. Dus van die 2000 euro gaat nog ongeveer 400 euro af. En zou betekenen dat je 1600 euro dus ontvangt. Heel even kort tussendoor. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer video's maken? Maar je hebt ook zeker het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien en nooit meer een video missen? Klik dan onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Gaan we nu verder met de rest van de video. Laten we nu dan even gaan kijken naar een paar aanbieders. Want net zoals bij het normaal beleggen zijn er op deze markt natuurlijk verschillende aanbieders actief, best wel veel aanbieders actief, die je vaak ook weer kunt verdelen in eigenlijk dezelfde markt als bij normaal beleggen. Je kunt ervoor kiezen om het laten te beleggen, dus dat iemand alles voor jou doet, dat je zelf er geen omkijken naar hebt. Of je kunt ervoor kiezen om zelf te gaan beleggen. En laat ik juist vanuit elk van deze twee uh, vormen van pensioenbeleggen eigenlijk één aanbieder kiezen. Nou, ten eerste is dat Brand New Day. En Brand New Day is dan een aanbieder van eigenlijk het laten beleggen, oftewel zij gaan de beleggingen voor jou doen. Dit is trouwens ook de aanbieder die ik zelf gebruik voor mijn pensioenbeleggingen. Ik ben daar een paar jaar geleden mee begonnen. Eerst met zo'n 100 euro in de maand. Nu doe ik zeg maar 50 euro in de maand. En aan het einde van het jaar stort ik dan bij net zoveel. als dat ik jaarruimte heb. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld 1800 euro ingelegd. Ik denk dat ik dit jaar ongeveer 2400 euro ga inleggen. En bij Brand New Day hoef je eigenlijk maar een paar dingen te doen. En het belangrijkste daarvan is dat je eigenlijk een keuze maakt uit verschillende beleggingsfondsen. Dus je kiest je fonds waarin je jouw geld wilt gaan beleggen. Je stelt vast hoeveel jouw inleg is of je het eventueel uh, automatisch, automatisch in kassen laat doen. En als je, zeker als je dat doet, heb, kun je het eigenlijk helemaal automatiseren. Dan heb je dus geen omkijken meer naar. Maar dat betekent wel natuurlijk dat je te maken hebt met een iets hoger kostenpercentage. Juist omdat Brand New Day in dit geval dus een gedeelte van de werkzaamheden doet... Daar vragen ze natuurlijk een vergoeding voor. Het zorgt er wel weer voor dat jij niet de tijd nodig hebt, de kennis nodig hebt of überhaupt misschien wel geen zin hebt om dit allemaal zelf te doen en ook telkens bij te houden. Dus ja, dat is gewoon een beetje uh, het voordeel van het laten beleggen. En wil je nou meer informatie over uh, de Brand New Day of misschien wel een account aanmaken bij Brand New Day, klik dan even onder deze video op de link om naar de website van Brand New Day te gaan. Kies je ervoor om juist wel zelf al je beleggingen te gaan doen, om zelf te gaan pensioen beleggen. Dan hebben we bijvoorbeeld een aanbieder, de Giro. Um, ja, de Giro is denk ik wel een bekende naam als we het hebben over beleggen. En het is wel belangrijk om te weten dat een eventuele pensioenbeleggingsrekening bij de Giro los staat van een gewone beleggersrekening. Juist vanwege de verschillen die ik eerder heb genoemd, dat het eigenlijk vast staat voor de lange termijn. Maar we hebben wel te maken met de andere voordelen van de Giro. Dus lage kosten. We kunnen zelf kiezen welke aandelen we willen, welke ETF's of misschien wel andere producten. Je moet er dan wel natuurlijk voor zorgen dat je zelf de stortingen gaat doen, ook daarvan zelf de aankopen gaat doen. Dus je hebt heel veel dingen die je zelf moet gaan doen, maar dat betekent wel dat de kostenpercentages lager zijn, dus dat je minder kosten betaalt. En dat kan natuurlijk op de lange termijn zeker impact hebben. Dus ook dat is belangrijk om voor jezelf te berekenen van uh, wat kan ik doen, wat wil ik doen, en wat zijn de verschillen en wat is de impact op de lange termijn. En ook voor de Giro geldt natuurlijk. Wil je meer informatie of wil je een account opmaken bij de Giro? Een link naar de website vind je onder deze video terug. En de reden dat ik voor Brand New Day heb gekozen en niet voor de Giro, omdat ik juist wel beleg bij de Giro, is dat een paar jaar geleden de Giro deze pensioenbeleggingen nog niet aanbood. Op dat moment was gewoon Brand New Day de meest interessante optie. En ik weet eigenlijk niet um, op dit moment of het interessant voor mij is en of het makkelijk is om over te stappen. Misschien wel iets wat ik kan overwegen. Uh, dat ga ik nog wel uitzoeken, maar zeker voor de mensen die niet willen beginnen, is het voor jou vooral belangrijk om te kijken van um, wil en kan ik het zelf doen? Kies dan bijvoorbeeld voor de Giro of wil ik het in ieder geval luisteren laten doen? Nou, dan zou ik gaan in ieder geval. Ik ben daar ook voor gegaan voor Brand New Day. En dit is in het kort eigenlijk wat uh, pensioenbeleggen is, wat de voordelen zijn, waar je op moet letten. En ik heb zeker niet alle kennis, maar ik denk wel dat het in grote lijnen de meest belangrijke informatie dat ik die heb verteld in deze video zeker. In de tijd die ik heb wil besteden. In een korte video natuurlijk. Maar mocht je nou op zoek zijn naar meer informatie. Kijk dan bijvoorbeeld op de website van Robin. Bij de Spaarpodcast. Robin heeft er namelijk veel meer kennis en ervaring mee. En trouwens, ik ben ooit de gast geweest bij Robin in de podcast. Dus mocht je dat ooit nog willen luisteren. ook een link daarvan zal ik onder deze video plaatsen. Maar Robin heeft dus, zoals gezegd, veel meer kennis, veel meer ervaring. juist omdat hij zich heeft gefocust op uh, pensioenbeleggen. En juist die kennis die hij heeft, die wil hij graag met jou delen. Dat doet hij onder andere in de vorm van een gratis e-book, Zoek Het Uit heet dat. Daar kun je eigenlijk ja, gratis makkelijk kijken of het voor jou van toepassing is. En mocht dat nou zo blijken dat je juist je jaarruimte hebt om te gaan beleggen en ben je nog niet overtuigd, wil je nog meer informatie. Hij heeft nu ook juist een cursus beleggen die juist deze maand tot uh, eind december 2020 nog in de aanbieding is. Voor maar 47 euro. En ik denk zeker als je het van plan bent, dat het heel erg interessant is, dat het een echt goede investering is, die je ook snel gaat terugverdienen. Juist, omdat eigenlijk alle informatie die je moet weten meteen al is samengevat. Uh, je hoeft dus zelf niet uren te gaan besteden om al die informatie te zoeken. Met het risico dat je eigenlijk ook nog, ondanks dat je al zelf onderzoek hebt gedaan, je dan niet alle informatie vindt. Het kost je weinig tijd. Het is makkelijk te volgen. En het ontzorgt je, en dat zijn eigenlijk reacties die ik heb gehoord vanuit andere mensen die deze cursus volgen. Ik heb ook zelf gekeken, het ziet er heel gestructureerd uit, heel makkelijk. Dus zeker een aanrader als je echt overweegt om deze stap te doen, om te gaan pensioenbeleggen. Dat je hier heel veel informatie uit kunt halen die je ook snel weer terug zult verdienen. Lijkt tenminste mij echt een goede investering. En mocht je meer informatie hierover willen, ook hiervoor geldt een link naar de website van Robin. Vind je onder deze video terug. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video vond, die misschien ook wel van jou van toepassing is. Dus misschien ga je wel juist onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van pensioenbeleggen voor jou. Want het kan een heel erg interessante mogelijkheid zijn om juist meer vermogen op te gaan bouwen op de lange termijn. En heb je nou nog tips of feedback? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke interessante video? Geef dus zeker een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's Interessant vinden, maar op die manier help je ook het YouTube-kanaal. En wil je in de toekomst ook nog meer van dit soort video's zien, maar bijna niet geabonneerd? Zoals gezegd, ik maak dus drie video's in de week. En je klik even onder deze video op abonneren. Eventueel op het bel-icoontje om een melding te krijgen als er weer een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.